Goedenavond en welkom bij Clever Girls, een podcast waar ik praat met boeiende, interessante en gepassioneerde vrouwen over alles en niets. Vanavond ben ik te gast bij Tine Hens, historica, auteur, activiste van alles en nog wat, columniste zelfs, zo ken ik haar toch voornamelijk. En ook uiteraard een clever girl in her own right, dus goedenavond en welkom Tine Hens. Goedenavond, thank you. Bedankt dat ik in jouw cottage mag langskomen. Ja, mijn cottage, ja. Welkom. Jouw woonst. Ja, zoals u weet, de podcast heet Clever Girls. Dus uiteraard is de allereerste en belangrijkste vraag. Hebt u iets met dinosaurussen? Ja, eigenlijk wel. Vertel. Ik heb heel veel met fossielen. Dus niet echt met dinosaurussen. Mm-hmm. Maar natuurlijk, ik heb twee zonen. En ik denk, ik weet niet of het mannelijk of vrouwelijk is, maar jongens maken een dinofase door heel fel. En er was een tijd dat ik echt heel veel dino's uit mijn hoofd kende, zoals de Ankylosaurus. Dat is mijn favoriet, toevallig. Ja. Oké, okay, wauw, jij kent die gewoon. Ja, de Ankylosaurus, ja, dat is die met de knots, hè? Ja, de ja, dino ja. met de knots. Ja, ja, ja. Ja, en dan de Pterodactylus, de vliegende dino, waar die eigenlijk nog steeds bestaat. Absoluut. Alle vogels stammen af van de dino's. Dus in die zin heb ik wel iets met dino's, ja. Maar eigenlijk nog meer met alle leven ja, dat er ooit geweest is en de sporen die je daar nog van terugvindt. En het feit dat we eigenlijk als mens ook maar gewoon afstammen van één van die levende organismen. Dus we moeten onszelf niet zo belangrijk vinden als we doen. We zijn allemaal maar nietig en nederig. Eigenlijk ja. wel, ja. We zitten hier in jouw bureau en ik vind het heel leuk om te zien. Rechts van mij hangt een dodo. Dus dat is eigenlijk al... het is natuurlijk geen dinosaurus, maar het is wel ook een soort missing link. Hè? Het is ook ondertussen al uitgestorven. Het is een heel triest dierenverhaal, ja. Hè? Ik weet niet, is er een reden waarom dat u de dodo hier eert in uw bureau? Omwille van het trieste dierenverhaal. Wil je het verhaal van de dodo horen? Ik ken het toevallig wel, maar sowieso ken niet elke luisteraar. Dus vertel zeker het verhaal van de dodo. Die dodo leefde op een eiland en die had daar geen natuurlijke vijanden. Dus die dodo die was echt heel gerust. Nu, het boeiende is dat we eigenlijk niet weten hoe die dodo eruit ziet. Nee, ze hebben maar één of twee boekjes We hebben dat skelet gezien, dus ze hebben één hoofd. Ja. Ik denk dat daar in het Natuurhistorisch Museum in Kopenhagen te zien is. Maar in ieder geval, dus die dodo woonde op zijn eiland, Mauritius. Mm-hmm. En de Nederlanders zijn daar toegekomen hè, in het ontdekken / veroveren van de wereld. Misschien wel een beetje vernietigen bij momenten. Ja, en dus die zagen die dodo en die dachten, lekker, heerlijk, zo'n vette duif. En want het was een loopvogel, hè, hij kon niet vliegen. Dus ze denken dat hij leek op een duif, een kip, een combinatie van beide. Er zijn eigenlijk verschillende afbeeldingen. Meestal wordt hij dikker afgebeeld dan hij werkelijk is. Maar in ieder geval, die werd afgeknald. Dat beest was niet bang, want dat had geen natuurlijke vijanden. Werd diezelfde avond geroosterd boven het kampvuur. Maar eigenlijk smaakte die naar niets. Oh. Die was gewoon niet lekker. Oké. Maar omdat die mannen heel weinig te doen hadden op dat eiland, vond ik dat wel grappig dat die vogels niet bang waren. Mm-hmm. En die zijn eigenlijk gewoon uitgemoord. Dat is echt erg, hè? Ja, behalve zijn er dus twee skeletjes. Allee, één kop en dan een skelet, maar die zijn niet samen. Dus het skelet staat, denk ik, in Londen. En de kop, de schedel, in Kopenhagen. Maar echt achter... zo heel stevig, beveiligd glas. Mm-hmm. Dus dat is nu op dit moment natuurlijk een... Maar voilà, dat is het trieste dierenverhaal. Ja. Ja. En ik vind dat niet slecht om daar nu en dan naar te kijken. Om je te herinneren aan de follies van de mensen. Ja, ja, ja. Hoe vreed en hoe goed we kunnen zijn. Helaas, alleen de twee. Ik denk in datzelfde opzicht. Mijn favoriete vis is de prehistorische, de coelacanth, de coelacanth in het Engels. Ja. En dat is eigenlijk even triest, dus die is ook niet eetbaar. Hij is nog te vinden in bepaalde kusten. Ze hebben hem gevonden, In 1938 hebben ze hem pas gevonden, maar dan dus ondertussen hebben ze wel nog een aantal specimen gevonden. Maar het erge is ook, en ik heb dat toevallig gelezen in het boek van Jane Goodall, het boek, een van haar vele boeken, dat zij zegt, dat is ook intriest, dus dat is een dier dat 65 miljoen jaar overleefd heeft
En nu is dat critically endangered. Dus eigenlijk de mens heeft het op een kleine 80 jaar verknoeid. Wat dus de natuur ettelijke miljoenen jaar... Dat vind ik ook zo verschrikkelijk. Dat wij ja, want die heeft dus de meteoriet alles, van de dino's, ja, ja, om terug naar onze dino's... Ja. Overleefd. En wij, ja, hebben hem dan nu bijna uitgemoord. Ja. Zesde massa-uitstervingsgolf. Ja, ja, dus mocht je hier rondlopen, zie je daar wel veel sporen van. Alleen niet dat ik daar actief aan meedoe, integendeel. Maar wel een soort van, ja, herinneringen aan... Tof. Nee. Ja, ik zie hier alleen rondloop, nu lijkt het alsof mijn bureau, ik weet niet hoe groot. Vierkante meters. Er is een echo van hier tot... Nee, het is hier inderdaad een heel gezellige bureauruimte. Ik ben hier nog aan het rondkijken, ik zie hier van alles. Ik vermoed tekeningen van haar zonen, zie ik, ja, ook. En dan, ja, een Tine Okongo, dus niet, ja, niet Tent, hè, maar Tine Okongo. Ja, tegenwoordig ook al een beetje een aangebrander boek. Ja, ik weet niet goed. Ja. Het hangt hier nog van ooit is een reis naar Congo en... Ja. Soms vraag ik me af, moet ik het niet wegdoen? Ja, dat is ook zo'n enorm moeilijk discussie. Ja. Het verhaal van Kuifje in Congo. Het grappige was, want mijn zoon moest zo een werk maken over racisme in strips. En dus het eerste wat ik zei van, ja, neem Kuifje. Want ik denk dan, ja, iedereen neemt Kuifje. Ik heb iets anders nodig. En gelukkig hadden wij hier nog hele oude Nero's liggen. Aha. Ja, dat is ook wel hallucinant. Ik ben aan het denken, want ik heb Nero ook gelezen als kind. Ja, inderdaad, vermoedelijk de Petutje en Patatje. Ja, maar Petutje en Patatje. En ook zo, als ze dan naar een of ander Afrikaans land gaan, is altijd een dictator. En de mensen wonen er in strooihutjes en van die hele dikke lippen. En het erge is eigenlijk dat Mark Zeen veel meer dan anderen zijn research wel deed, want die man heeft ettelijke safaris gedaan. Dus, want Hergé in het begin inderdaad zoog alles uit zijn duim. Is pas zich beginnen documenteren, ik denk vanaf zijn vierde of zijn vijfde album De Blauwe Lotus. Dan is hij echt gaan naar de ambassade gaan in China. Maar dus eigenlijk, Mark Zeen heeft geen enkel excuus dat hij zo... Nee, maar ik vrees dat er wel iets bestaat als de witte blik. Ik denk dat je daar... Allee, zeker in de periode dat... Zeker. Allee, als we het over Mark Zeen hebben, die periode, zonder dat dat... Op dat moment is dat... Ja, het is wat het is. Maar dat zal er zeker... Allee, of de vergelijkende blik en dan toch niet helemaal de diepgang zien van welke relaties zich daar afspelen of zo. Dus ik denk dat dat wel meespeelt. Heeft uw zoon dan uiteindelijk ook voor Nero gekozen? Hij heeft Nero genomen. Nero, dat was het. Ja. En ook ergens een Suske en Wiske boek, denk ik. Suske en Wiske. Dat heb ik ook veel gelezen. Ook op het eerste zicht, naïef waarschijnlijk, zou ik zeggen, van valt nog wel mee qua racisme, maar waarschijnlijk vergeet ik nu iets enorm flagrant dat... En natuurlijk, ja, we weten allemaal dat dan ook maar Willy van der Steen dat oorlogsverleden heeft. Als Caproen, de cartoonist. Ja, dat is trouwens. Zijn drie dochters hebben het pas een jaar of 10, denk ik, geleden. Ja. Dus ze wilden het eindelijk weten, want er waren al decennia lang die geruchten van... en dan hebben ze het laten uitzoeken. En dan bleek het waar te zijn. Het stond zwart op wit. Zwart. Ja, dat is wel heel erg natuurlijk. Die drie dochters waren er ook niet goed van. Ja, maar ik denk, die familieverhalen, ik denk dat dat wijdverspreid is in Vlaanderen. Ja, zeker. Bij ons wordt ook gezegd dat de bompa was grijs. Ja. Jij komt net, denk ik, vandaag. Was je bezig met iets van ecologie? Je zei iets van, jullie zijn bezig met iets uitbouwen van tweedehands. Ah ja, nee. Dat is een project waar ik aan meewerk. Dat is in Leuven. Dat heet De Maakbaar. Dat bestond al wel. Maar een beetje door corona hebben we dat moeten heruitvinden. Enfin, dat gaat eigenlijk over hergebruik, delen en herstellen. Dat zijn eigenlijk de belangrijke dingen. En we hebben eigenlijk zo twee aspecten. We hebben een gereedschappenbib. Dus waar dat je een boormachine, maar evengoed een grasmaaier kan ontlenen. Omdat bijvoorbeeld een boormachine... Heel veel mensen hebben dat, maar dat wordt gemiddeld misschien 3 minuten gebruikt of zo. Ja, dus, gebruik je een boormachine. Voilà. En dus dat is het idee van dat als je het nodig hebt, kan je het gewoon komen ontlenen, zoals bij een gewone bib. En dan hebben we ook een textiellab, waarmee we dus werken zowel met tweedehands stoffen als tweedehands kleding. En daar is het idee dat we een soort van... textiel-dokterspraktijk uitbouwen. Dus dat je mij... Stel, je gaat iets tweedehands kopen, maar eigenlijk wil je daar toch iets anders van maken. En dat wij daar dan... Ik ken niet, maar de mensen die daartoe in staat zijn. Dat je eigenlijk van oude kleren echt heel toffe nieuwe kleren kunt maken. Omdat de ecologische voetafdruk van de mode-industrie, dat is
dat is echt waar. Zeer waanzinnig en hallucinant. Mm-hmm. Er worden echt heel veel kleren die nooit gedragen worden, gewoon weggegooid. Ja. Dus dat is echt, echt te gek. Mm-hmm. En dat is dan een deeltje van een mogelijke oplossing. Ja, natuurlijk. Ja, wat zou uw rol zijn? Of bent u gewoon ja, ik adviseur, zit daar. Ik ben een soort van adviseur. Ik zit daar in de raad van bestuur. Ja, ja. Dat klinkt veel straffer dan het is. Maar het idee is dat je zorgt dat dat blijft draaien. Dat daar nieuwe projecten komen. Maar we hebben echt het leuke is, we hebben echt een hele fijne plek om te zitten. Waar dat we zo. Allee, het is eigenlijk een oud schoolgebouw. Maar echt zo'n schoolgebouw met zo'n centrale atrium. En mm-hmm. daar rond zijn de trappen. En dan heb je zo verschillende lokalen. Dus mm-hmm. eigenlijk heel die centrale plek, ja, daar kunnen we markten organiseren. Alleen we kunnen daar echt heel veel dingen doen. Dus dat is voor volgend jaar. Oké. Okay. Gaan we daarmee proberen starten. Ja, veel succes. Ja. Het klinkt goed. Ja, tof, hè? Ik kan alleen maar hopen dat het lukt. Het klinkt als een nobel iets. Ja, ja nobel en noodzakelijk. En het leuke is dat veel jonge mensen dit gewoon een heel fijn iets vinden. Omdat ik merk dat... ik kan nu weer over mijn kinderen. Ik kan nu al een derde keer over mijn kinderen. Normaal doe ik dat niet, maar kom. Ik merk dat wel. Als die kleren gaan kopen, die gaan heel automatisch tweedehands kleren kopen. Dus we merken dat... En plus, die hebben ook echt heel veel zin om daar gewoon mee aan de slag te gaan. Om te leren van, hoe kan ik dat gewoon wat veranderen? Herstellen. Dat is super positief. Iets anders gaan maken. Ja, dat is echt tof. Dat is leuk. Misschien leuk. Het geeft energie. Misschien ineens een leuke segue naar... Ben jij fan van kringwinkels of niet? Fan, dat klinkt zo raar. Liefhebber. ik snuister daar wel graag rond. Ja. Al word je daar vaak ook moe van, omdat er zoveel staat. En dat soms echt niet mogelijk is om... Tussen de veel... ik word er soms moe van, omdat je denkt van... Maar wat... Wie heeft dit allemaal ooit gemaakt? En vooral dat je dan weet... En wij blijven maar dingen maken. Maar we hebben echt... Maar waar gaan we dat allemaal nog gaan steken? En waarom ook? Dus dat is een beetje dubbel. Ik koop wel heel graag tweedehands. Mm. Maar ik voel vaak ook een droefnis. Omdat je weet wat je in zo'n tweedehandswinkel ziet. Zeker die kringwinkels. Ik weet niet of je al ooit de opslagplaatsen van de kringwinkels bezocht hebt. Ja, toevallig voorbij komen zie je dat wij eens openstaan, maar niet. Ja, dan denk je echt... We zien maar een fractie in de winkel. Ik denk zelfs... Ik weet het percentage niet, maar het is heel weinig. Ja. En dan denk je echt, maar we moeten nu stoppen met allemaal rommel te maken. Want echt waar, we hebben genoeg, we moeten dat gewoon deftig verdelen. Ja. Zodat we gewoon hebben wat we nodig hebben. Dat gevoel overvalt mij ook wel. In Mortsel, dichtbij waar ik woon, in Mortsel gaan ze de grootste kringwinkel van het land. Ja. Toch voorlopig. Dus dat is in de oude Minerva-fabriek, dus de oude autofabriek. Ja. Kan je je iets bij voorstellen? Je autofabriek is niet klein. Dan gaan ze dus volledig vol stoppen, zoveel etelijke vierkante meter met rommel. Herbruikbaar. Ik ben zelf ook een enorme kringwinkelliefhebber, maar ik denk ook soms van, het is soms te veel. Hè. Het is, waar zijn we mee bezig? Maar het is toch nog positief dat het tenminste niet weggegooid wordt. Hè? Het is een ecologisch verhaal. Het is wel een belangrijk deel van, denk ik, waar we als maatschappij wel naartoe moeten. Hè? In die zin zeer goed. Maar tegelijkertijd heb ik ook zoiets van, je moet ook wel je kraan gaan dichtdraaien, want als we alleen maar gaan dweilen... inderdaad, ja. Het is niet makkelijk. Ja. Ik heb ook niet de antwoorden, helaas. Maar ik denk zo, wat ik ook enorm sneu kan vinden, is zo... Ik denk dat ik het ook heb verteld in de eerste podcast, met een historica, Maite. Is dat ik, Maite de Keizer. Nee, niet de Keizer, nee. de Beukelaar. Ah, oké. Okay. Ja. Wat ik heel triest vind, is zo boeken met een persoonlijke opdracht in. Ja. Voor mijn liefste. En dan denk ik van, dat was ooit een heel belangrijk cadeau. Ja. Dat is toch het laatste dat je weggeeft. Allee, ik probeer nu te denken, heb je nu de meest nasty break-up, dan misschien... Ja, dan zou ik dat wel weggeven. Maar dan zou ik het misschien nog eerder misschien ritueel verbranden. Ja. Of zo. Ja, maar een boek verbranden is ook pijnlijk. Dat kun je ook niet doen. Maar toch, los daarvan, een boek met een opdracht weggeven, zeker als het de auteur was...
Ja. Dan denk ik van, wat is dat toch voor een monster maar dat je was? Dat zijn misschien erfenissen. Ja? En kinderen die dat dan in handen krijgen of zo. En die zoiets hebben van, oh nee, weer een boek. Ja, dat gaat hier ook echt het geval zijn. Maar, Als jouw zoon ooit... Die foto van die dodo, wat doet dat hier? Weg. Nee. Nee, dat is wel zo, hè. Maar ik vind dat echt pijnlijk. Ja, of soms als je... Ja, dat is... En het is ook wel zo dat in kringwinkels... boeken, kleren... Ja. Dat is de grootste hoop die ze binnenkrijgen. Dus misschien als ze die dat stiekem toch verbranden, hoor. Ik weet het eigenlijk niet. Je weet wat ze op het spoor zijn. Boekverbrandingen van de kringwinkels. Stel je voor. Nee. De cancel culture van de kringloopwinkel. Wie weet, wat allemaal. Wie zijn zo'n soort gatekeeping en dan zijn die beste boeken komen nooit in de winkel. Ja. Die worden verbrand. Welke wel en welke niet? Ja, maar nu lachen we daarmee, maar het is wel een feit. Je hebt zo 2 of 3 keer per jaar heb je dan de dag van de kringwinkel of de retro-dag. Ja. En dan merk je dat er wordt veel duurder of betere spullen. Dus je weet wel, ze houden opzij voor dan die bepaalde dagen. De dingen die bijvoorbeeld interessant zijn, ik zal maar zeggen, oude platen of zelfs oude videogames. Ze leggen die niet in de winkel, maar ze houden die voor die dagen en dan kunnen ze er meer voor chargen. Dat is eigenlijk ook niet echt helemaal correct, hè? Want nee, dat zeg ik niet helemaal. Kringwinkel is niet de bedoeling dat ze gaan... Ja, eigenlijk mogen ze niet selecteren. Het is de bedoeling, alles is gelijk en alles komt terug in de kringwinkel. Ja, niet dus. Ja, maar de sociale economie moet toch blijkbaar ook een beetje volgens de traditionele economie functioneren. Dus die moet het dan toch ergens cijfers halen, zeker. En dan wordt dat zo gedaan. Ja, waarschijnlijk. Ik heb jou leren kennen, ik denk zoals veel mensen, van jou de column in Focus Knack. Ja, dat is grappig. He, dus jij schrijft, voor de mensen die het niet weten, dus jij schrijft heel vaak de laatste bladzijde. Ja. En waarin je eigenlijk een soort televisieprogramma bespreekt. Ja. Nu weet ik niet, jij zal dat beter weten, wanneer ben je daarmee begonnen? Ja, wel, het is een goede vraag, maar ik weet het eigenlijk niet. Want in mijn hoofd zit 2000, maar dan denk ik, dat kan niet. Nee, niet 2000. 2004. Mm-hmm. Ja, dat is niet zo heel veel verschil. Nee. Maar dan is dat al keilang, denk ik, dat toe. Ja. Nee, maar inderdaad, dat is voor mij de associatie met Tine Hens. Want ik lees Knak Focus of Focus Knak letterlijk van de eerste dag. Ik herinner me nog, in 1999 is dat begonnen. Ja, maar ik ben er wel zo lang al bij, maar toen deed ik nog niet Teletubben, omdat ik weet... We hebben eigenlijk een jaar in Zwitserland gewoond. Daar is mijn oudste zoon, of onze oudste zoon, geboren. Ja. Kan je nog een beetje thee geven? Dank je wel. Dat is onze huisthee. Ik weet niet of je het lekker vindt. Is het een soort zoethout? Ja, ik dacht het. Lekker. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. En wij zijn naar Zwitserland geweest. En ik herinner mij ik moest dan toch nog wel wat kunnen blijven werken. En dat was toen toen ben ik aan die Teletubbe begonnen. Toen was geen evidentie dat je vanuit Zwitserland Belgisch televisie kon zien. Nee, maar je kon altijd programma's... Ik vraag altijd programma's op. Het is niet dat ik onder mijn dekentje op het gepaste uur voor het scherm zit. Ja, nu ga je natuurlijk de mythe doorprikken. Oh, nu doorprik ik de mythe. Ik dacht natuurlijk dat u inderdaad met uw notaboekje en zo... Ik zit wel met een notaboekje. Een brilletje op de neus. Ja, zo oud ben ik nog niet. Hè? Wow. Ik heb al een bril van mijn 12. Dus, maar ik dacht om ver te kijken. Even terug. Wel met een notaboekje. Ja. Ik schrijf nog steeds. En... maar meestal is het wel op het computerscherm. Ja, natuurlijk. Ja. Maar dus, wat ik wou zeggen, Focus Knack is begonnen in 1999. Mm-hmm. Ik herinner me zelfs nog, daarvoor had je, ik geloof, Knack Agenda of zoiets. Ja, dat weet ik niet. Dat en was nog daarvoor met Patrick Duinslagen. Ja, en daarvoor was het zelfs een katern in de weekendknack. Zo heb ik het ooit leren. Ik denk, in 1997 ben ik begonnen met eigenlijk die cultuurbijlagen te lezen, dat weet ik nog. En ik weet nog dat ik heel blij was, ik was toen 15, dat er dus een apart katern. Ja. Mijn vader las Knack, mijn mama Weekendknack en dan had ik de Focus. Ja, wel, zo hebben dus de marketingmensen het bedacht. Is waar? Oké. Ja. Ik ben dus volledig in de val getrapt. Jij werd gewoon je werd het prototype familie. Dat was echt het idee. De nuclear family. Zo hing het daar op de whiteboards. Ja. Geweldig. Papa leest Knack, mama Weekendknack en... Zoon of dochter. Zoon of dochter, ja. NVX. De knakfocus. Geweldig. Ja. Nu, jij bent zelf van 72, als dat klopt? Nee, 74. Ah, oké. Okay, dan staan daar... Oké, excuseer, 74. Betekent toch dat jij een kind van de jaren
80 bent. Ik ben een kind van de jaren 80, ik moet dat toegeven. Dus nu stel ik me... Ja, dat is natuurlijk mijn favoriete periode qua film en muziek en zo. Ook al heb ik het Ghostbusters. Ja, ik heb hier een pin aan inderdaad. Ik heb natuurlijk zelf minder bewust meegemaakt, want ik ben dan 10 jaar jonger. Ik ben van 84 geboren. Maar dan vraag ik me natuurlijk direct af, stel dat Teletubbies al in de 80's had bestaan, wat was Tine Hens haar favoriete filmprogramma? Wij keken alleen maar Nederlandse tv, hè. Ah ja. Dus Sesamstraat dan bijvoorbeeld. Eigenlijk de Fraggles. Dat was wel op BRT, vermoed ik. Ja, enkel BRT. Ja, heel veel keuze 2, was er niet. Maar ik herinner mij wel, dus ja, hoewel ik keek heel graag naar de Fraggles. Dat is echt iets wat mij bijgebleven is. En dan wat mij ook bijgebleven is, niet omdat ik daar actief naar gekeken heb, want wij moesten dan naar boven gaan slapen, is Dallas. Dallas, ja. Dat is echt zo'n... Want, dat is echt ethisch, hè? Ja. Dat is echt ethisch. Wat staat mij nog bij? Maar ik ga nu zo random dingen zeggen, omdat ik daar natuurlijk niet actief over na. Het gaat hier over alles en wat natuurlijk ook bijblijft is Armand Pien. Daar kunnen dus als kind van de ethisch die dan zei niet dat Chernobyl dat het niet gevaarlijk was. En dat is echt een beeld dat op mijn netvlies. Ja, ik was 12 jaar. Kan ik me voorstellen, ja. En ook omdat hij mij... Ik dacht dat hij mijn lippenstift... op zijn weerkaarten tekende. Ja, want dus met een vriendin speelde ik televisie. En wij deden dan... Ja, wij lazen het nieuws. Dus wel, de strijkplank was onze desk. En we hadden zo'n kartonnen doos waar dat wij doorkeken. En dus ik was dan ook Armand Pien. En ik deed dat met een lippenstift op zo kaarten. Want mijn moeder die gaf aardrijkskunde, dus wij hadden kaarten thuis. En ik weet nog dat mijn moeder echt heel boos was over die lippenstift. En ik zei, Armand Pien doet dat toch ook met lippenstift? Maar dat bleek dan Wasco of zo te zijn. Ik dacht dat echt. Dus Armand Pien is bijgebleven. Wat is ook bijgebleven, maar dat zegt natuurlijk iets over het gezin waar ik uitkom, is Herman van Mollen. Die had zo'n quiz. Waar dat je zo altijd een letterwoord moest vinden. De IQ-quiz? Kan dat... was dat de IQ-quiz of zo? Ja, ik weet het niet. Ik ken natuurlijk helemaal van Mollen van zijn later programma's. Ja. Dus ik kan was krak. Dat zou best kunnen. Luisteraars, chime in. Dus ik denk IQ-quiz en maar ik kom met een... Ik zal het even stiekem googlen. Ja, dus Google. Daarvoor is het, hè. En voor de rest zijn dat echt de vrijdagavondshows op... Nederland. Ja. De honeymoon quiz. Met Ron Brandt. Ter zee en de lucht. Ja, Wedden dat. Allee, classicals. Wedden dat was, was het dan een aangekocht format van het Wetten das in Duitsland? Dat weet ik eigenlijk niet wie eerst was. Ja, dat was met Jos Brink, hè, was dat. Ah, en natuurlijk... De IQ-quiz, u had gelijk. De IQ-quiz, hè? Met, helemaal. Ja, dat is allemaal nerds in. En voilà. Maar wij mochten dan daarnaar kijken, want dat goed was voor onze ontwikkeling. Dat was positief. Verantwoord. En dan mochten we wel later op blijven. Wat was er dan? En dan had ik zo'n vriendin. En die mocht op zaterdag naar de weekendfilms kijken. Mm. Ja, dat was altijd heel slechte films. Maar voilà, dat is mijn... jouw jeugd. Televisie. Ja, mijn televisieverleden. Want natuurlijk, ik ben op een strikt regime als het gaat over televisie. Ja, ten eerste, dat begon al niet voor... Ik weet zelfs niet wanneer dat begon. Ik herinner me, want ik ben uiteraard jong, maar zelfs ik herinner me ook nog het testbeeld. Dat je dus moest wachten op content. En bij mij was het natuurlijk al vroeg. Ik denk dat om 4 uur of zo begon dan Plons de Kikker of zo. Maar daar keek ik ook heel graag naar. Ja. Maar ik ben de jongste van 2 broers. Dus ik werd natuurlijk heel erg uitgelachen als ik naar Plons de Kikker keek. Maar ik kende wel het liedje helemaal uit ik mijn ken hoofd. Het niet meer. Dag, Plons. Nee, ik ken het niet meer. Zwart, niet doen. Maar inderdaad, ik denk dat mijn vader het mij... soms op zo van die melancholische buien, dan zal hij daar een litanie over afsteken. Dat, hij zegt dat vroeger had je tenminste nog die eindigheid van tv. Dat tussen en dan... Dat was niets. Dicht, weg. Ja, en wat ik natuurlijk meegemaakt is MTV. Ja. Maar dat was bij ons thuis echt verboden. Nu, ik kon dat dan wel bij vrienden gaan zien. Ik wil gewoon zeggen, ik kom uit een heel strikt...
audiovisueel regime. En weet je hoe dat komt? Hadden jouw ouders gewoon niks met beeld en geluid? Nee, mijn ouders hadden echt niets met beeld en geluid. Oké. Het is wel heel grappig dat jij een teletoon bent gaan... Ja, maar ik was ook degene die... Weet je, bijvoorbeeld, ik wou altijd naar de film. Ja. En we hadden thuis wel... Wat we wel hadden, mijn vader had zo'n Super 8-camera. Ja, geweldig. Dus we hadden wel eigen filmpjes. Ja. En we hadden ook Sneeuwwitje. Maar dat was zonder geluid. Want natuurlijk, we hadden wel een projector, maar geen geluidsinstallatie. Maar die eerste... Hoe zou ik het zeggen? Voor VHS had je inderdaad dus... Kon je van blockbusters een soort compilatie op 8 mm kopen. Ja. En dat was heel vaak zonder geluid. Dat was omdat zonder geluid, die projectors in het begin hadden geen geluid. Nee. Nadien, de duurdere, had je wel geluid. Maar dan heel veel van die oude spoelen hadden ze zelfs geen geluid ingebouwd. Dus één keer per jaar, hoogdag bij de familie Hens, keken wij naar een geluidloos Sneeuwwitje. En dan nog maar 8 minuten of zo. Zo. Een compilatie. Hè? In mijn hoofd was dat wel de hele film. Geweldig eigenlijk. Geweldig. Allee. Ik vond dat heel frustrerend, want ik wou echt naar de film. Ik vond dat ik weet niet hoe tof. En dan had je zo, ik weet niet of dat jij dat nog kent, Jekino, zo jeugdfilms. Nee, dat zeg ik niet. Dus dat was zo'n een club voor jeugdfilms. En dan kon je om de zoveel tijd op woensdag naar een film gaan kijken. Okay. Ik heb heel lang gezeurd om daar lid van te mogen worden. Ik mocht daar dan lid van worden. En dan ben ik zo een paar keer... Ja, dan kon ik naar de film. Yeah. Maar dus met mijn ouders zelf heb ik één film gezien. En welke was dat dan? E.T. Huh? Dan was je 8. Ja, E.T. En ik wou Annie zien, maar dat vonden ze belachelijk. Tegen, heb je ooit geweten wat was juist de weigering van je ouders? Maar die hadden daar echt niets mee. Nee. Nog altijd niet. Nee. Dus dat is, ik denk dat dat gewoon iets was wat bij hen... Ja, en muziek, was dat iets? Of ook een amper? Abba. Could be worse. Het had ook zo van die slagerplaten kunnen zijn. Nee, dat was zo, wel niet. Abba en dan één... en dan Boudewijn de Groot hadden we ook wel. Echt gewoon de typische... En dingen... Neil Diamond. Die vind je in elke kringwinkel. Als er één ding is dat je in elke kringwinkel vindt, is Neil Diamond, Nana Mouskouri en Julio Iglesias. Ja. Ik denk dat je met Jonathan Livingston single echt de straatstenen kan plaveien tot in Brussel en je hebt er nog over. Echt waar. Dat is niet te geloven hoeveel mensen dat die naar de kringwinkel hebben gemaakt. Echt afschuwelijk. Maar het grappige nu was natuurlijk dat we eigenlijk helemaal niet veel plaat. Ik zette dan altijd die plaat op, omdat ik wel wilde luisteren naar iets. Anders. Ja, er was gewoon niets anders. Dus ik ken die plaat gewoon uit mijn hoofd. Echt, ik kan het niet meer horen. Dus ik weet het niet. Dat was bij ons thuis, dat was gewoon niet aanwezig. Ja. Schik eigenlijk. Ja, grappig, hè? Terwijl ik ben geschiedenis gaan studeren. Ik heb echt filmgeschiedenis gestudeerd. Mm-hmm. Dus ik vond dat zo fantastisch, nog altijd. Hè. Ondertussen ben ik wel... ik heb eigenlijk twee paden. Hè. Ik ben altijd heel erg met de natuur bezig geweest. En dan alles wat audiovisueel en film is. En dus, dat is ergens wel gebleven of zo. Ja. Het is wel grappig, want het zijn eigenlijk twee paden die elkaar soms kruisen, maar zeker ook niet altijd. Nee. Want je hebt natuurlijk natuurdocumentaires, hè, van geweldige David Attenborough. Ja. Buiten... Het kan, maar het zijn ook werelden die echt al gescheiden kunnen blijven. Ja, dus, voor mij waren dat ook wel echt gescheiden werelden. Er waren ook twee verschillende vriendengroepen of zo. Ja, echt. Ja. Want dus bij de mensen... ik was echt lid van de Jeugdbond voor Natuur en Milieu. Dat staat nog altijd. Maar er waren nog wel een aantal die ook wel met film en zo bezig waren. Maar de meesten wisten echt alles over de allerkleinste snuitkever. Onwaarschijnlijk. Maar je moest dat wel niet afkomen met de nieuwste releases of zo. Yeah. Allee, wel veel muziek en dat wel. En aan de andere kant, dan moest je niet afkomen met die geweldige snuitkever. Die echt zowel mannetje als vrouwtje kan zijn. Dat was... Dus soms was ik een beetje schizofreen. Misschien als je zo ineens vergist en je begint zo heel enthousiast over die kever bij die fouten. Nee, niet dat niet kon of zo, hè. Maar... Hoe heette... Zei je nu Jekino? Was die Jekino. Een beetje toevallig nog wat je daar dan... Was dat ook de jaren 80 film dan waarschijnlijk die je daarmee hebt gezien? Of?
Ja, dat waren, altijd, dat waren jeugdfilms. Heel vaak Scandinavische jeugdfilms. Ja. Was dat echt heel... Meestal waren dat... Daar zijn van ze die... ook wel goed in, ja. Natuurlijk, de Scandinaven. Ja. 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 Ja, dus dat waren echt zo van die... Ik kan die nu niet meer... Allee, ik weet, ik kan niet meer zeggen dat of dat. Maar ik herinner me, dat was heel vaak Scandinavische jeugdfilms. Leuk, leuk. Ja. Maar was die dan gedubt in het Nederlands? Of nee, dat was mijn ondertitels. Ja. Gelukkig. Ja. Super. Ja. Zeg, en ik neem aan, cliché is toch dat je wat je ouders doen, probeer je anders te doen. Hoe heb jij dan met jouw zonen, heb jij gezegd van film, tv is hier zeer welkom, bekijk maar wat je wilt. Ja, weet je, het is natuurlijk een totaal ander tijdperk. Ja. ik denk dat dat voor ouders van nu wel echt de grootste uitdaging is schermen. En gewoon, ja, wat ik probeer, maar op dit moment is dat onmogelijk. Die zijn 16 en 14, dus je moet daar ook niet te hard gaan. Ik heb altijd wel commentaar gegeven op waar ze naar keken, al lachend zo. Zonder te zeggen, je mocht daar niet naar kijken. Ja, zo van, al lachend. Bijvoorbeeld, wij zijn er echt in geslaagd om Studio 100 buiten te houden. Echt waar? Ja. We zijn er in geslaagd. En dat had alles te maken... Ik had ooit in een interview met Els Dottermans gelezen. Ja. Dat zij gewoon telkens als die kabouter plop op tv kwam, zei maar wat een onnozele kabouter. En ik ben dat gewoon beginnen nadoen. Dus als we die nergens zagen, of weet ik veel, het was geen ontsnappen na natuurlijk. Als ze maar wat een onnozele, lelijke kabouter is dat toch? En ja, dus opeens, dat is wel gelukt. Voor de rest, in mijn wildste dromen... Ja, we hebben ook een dvd-collectie. Die is nu wat opgeborgen, omdat we geen dvd-speler hebben op dit moment. En dus mijn droom was natuurlijk van... Oh ja, ik kan mijn kinderen al die films laten zien en zo. Boring! Ja. Dus wat doen we nu? Ja, zij kijken naar wat zij willen. Je kunt daar eigenlijk... Je kunt dat een beetje sturen, maar heel weinig. En we gaan één keer in de maand samen naar de film. Mm-hmm. En is het dan de ene keer kies jij? Nee, of ik kies altijd. Oké. Echt waar? Dus dan, af en toe zullen ze dan toch wel heel teleurgesteld zijn. Ja. Maar komt weer met een Russische zwart-wit film af. Ja, ik probeer dan nog wel iets of wat. Nee, maar dan denk ik van, weet je, dat wel. Oké. Dus één keer per maand, mijn keuze. En voilà, we gaan mee. En dat vind ik dan wel goed, want dan kunnen ze achteraf ook zeggen, vond ik echt slecht. En dan, oké, maar waarom? We moeten wel een beetje uitleggen waarom. Je dat je voelt de discussie dan wel een beetje. Je probeert dan zo wat pedagogisch te zijn, zeker. Wat is het laatste dat jullie hebben gezien? Wat is het laatste? Wel, nu moest ik nadenken, want ze gingen eigenlijk meegaan naar The Power of the Dog. Mm-hmm. Maar dan zijn ze daar toch aan ontsnapt. Dus soms... En hoezo? Zijn ze gewoon niet meegegaan? Nee, ze hadden dan andere dingen te doen. Ah, oké. Die eigenlijk ook wel belangrijk waren. En ben jij dan met je man? Ja, dan zijn we samen gegaan. Ja, want wij gaan eigenlijk wel heel vaak. Dus zij gaan één keer per maand mee. Nu vraag ik me ook meteen af, zijn er soms nog raakvlakken? Dat toch wordt iets dat jullie allemaal goed vinden? Ja, want dus dingen... is het Bo Burnham? Bo Burnham, daar is onze Victor wel mee afgekomen. Dus Victor is mijn oudste zoon, 16. Dus dat was wel tof. Vond ik echt wel fijn om te ontdekken. Want dat is echt op zijn aanraden dat we daarnaar gekeken hebben. Okay. En waar zij ook mee afgekomen zijn, waar ik zelf... is Morty? Rick and Morty. Rick and Morty. Ja. Ja, ik vind dat geweldig. Dat kan ik me voorstellen. Dat is vrij intelligent, intellectueel. Ja, niet als zij, maar... Maar dus daar zou ik spontaan niet naar beginnen kijken zijn. Maar met hen hebben we daar wel naar gekeken. Bij momenten wel zo van, holy moly. Wat is dit? Maar... dus dat zijn wel twee dingen, Er zijn er nog, maar ik zou dan eventjes moeten nadenken. Mm-hmm. Maar dat zijn zo degenen die mij te binnen schieten. Maar zij hebben veel minder... ik denk dat zo'n films is voor hen, dat is dus een inspanning. Hè? Ja, ik kan dat nauwelijks. Maar dat is. Ik klink ook al als een boomer en ik ben het nog niet. Maar voor mij is film ook zo'n altijd dat magische medium van. Oh. Maar zij zijn daar heel kritisch naar. Ja. Maar het heeft ook wel echt te maken met aandachtspannen die je kunt aanhouden. Hè? Ja. En dus series, dat werkt veel beter dan films. En het grappige was, we zijn onlangs
waren... Want Geert heeft nog twee oudere zonen, dus we hebben eigenlijk vier zonen. Okay. En dus Wannes, die is 22, Sennen is 20, en dan Victor 16 en Leon 14. En er is al een verschil tussen die twee groepjes zo. Allee, of dus... Al is hij nauwelijks vier jaar. Ja, echt waar. Want dus een paar weken geleden zei Wannes, weet je, we gaan eens naar Van Vlees en Bloed kijken. Ja. Dus tegen zijn jongere... Halfbroeder. Ja, en zo, oké, ja, zo Wannes dat zegt, dan doen ze dat nog wel. Hè. En, maar die, onze twee jongsten hebben dat wel echt... die dachten al na drie afleveringen... Dit, nee, maar eigenlijk is ook wel intelligent, want die zeiden... Maar oe, die mensen kunnen niet praten met elkaar. True. Ja. Ik heb het heel toevallig vorig jaar de eerste keer gezien, sinds 2009. Ja. Ik vond het nog altijd fantastisch. Ja, het is wel goed. Maar ik kan me inderdaad goed voorstellen dat je als 14-jarige denkt, wat is dit? Ja, ik zeg, maar waarom praten die niet gewoon tegen elkaar? Allee, zo. En dus uiteindelijk hebben we verder gekeken met de oudste. Mm-hmm. En dus onze twee pubers, die dachten, laat maar zitten. Ik zou dan wel denk ik willen weten hoe dat eindigt. Allee, als ik dan, zo ben ik dan ook al wel. They couldn't care less. Want wij hielden tijdje, maar er komt echt nog iets goed. Dit is zo boring. Echt niet. Je moet niet liegen, Gerda. Je moet gewoon zwijgen. Ja. Dat vind ik nou, mijn mama heet Gerda, dus dan maak ik dat nog grappig. Dus over tien over Peter van den Neden. Oh, maar die doet, maar echt, jongen, ik kan hem niet meer horen. Hij heeft wel een heel inderdaad aanwezige stem. Heel, je hoort hem ook direct op de radio. Dus nu ook. Ja, dus dat is... Dus, ja. Oh, die doet weer. je herkent hem van ver, hè. Ik denk dat er op een bepaald moment was, als op de radioreclame had je Herbert Vlak. Peter van der Neden en dan Govert Delpois of Delpois, je kunt niet uit het uitspreken, maar dat waren zo de drie mannen die in elke reclame hoorden. Ja. Als je dan iets had tegen één van die drie, dan moest je gewoon de radio uitzetten. Ja. Dat is ongelooflijk. Ah, dat doet mij eraan denken, want wat dus wel iets is wat wij jarenlang gedaan hebben, dan met ons gezinnen, zijn de luisterspelen van het Geluidshuis. Ah, ja. En daar zitten eigenlijk al die acteurs ook in. Ja. Dus je hebt daar de Warre Borgmans. Mm-hmm. Maar het grappige is dus dat ons gasten, vanaf wat die Warre Borgmans horen, is dat echt gewoon... Ja. Dat zijn die luisterspellen. Die kunnen die dus ook uit hun hoofd opzeggen. Ja, dat is een deel van hun jeugd. Dan. Ja. Dat vind ik heel leuk ook, om te merken dat voor iedereen... En voor mij is Warre Borgmans bijvoorbeeld Kulde Zipke, de Grims. Alhoewel, dat is dus net... Ja, 10 jaar dat voor jouw zoon. Voilà. Ja, en dat is ook... Iets wat ik niet meer echt actief heb. Dat is heel fascinerend, inderdaad. Hoe dat, en dat die soms blijkbaar dat kan zitten in, zoals u zegt, 3 of 4 jaar. Ja. Een van mijn beste vrienden is samen met een vrouw, van amper 3 jaar ouder. Hè, dus die is van 81. Dat is geen wereld van verschil, 3 jaar. Maar die spreekt dan over programma's waar wij, geloof Caroline met het bootje... Ah ja, maar dat was mijn programma. Niks. Inderdaad, nu dat je het zegt. Dus, zelfs dat liedje. Ik kan al die liedjes. Hoe gek is dat? Want zij is dan één weg. Dat is toch nog 7 jaar jonger dan nu. Ja. En toch is dat dan voor haar een iconisch iets uit haar jeugd. En wij kennen dat niet. En wij zijn 3 jaar jonger. Ja, dus. Want waar ik nog aan moest denken is... We hadden ook niet zo heel veel Nederlandstalige jeugdreeksen. Dus wel die al ouder waren, uit de jaren 70 of zo. Merlina hadden wij natuurlijk. Dus dat was een van mijn... Nu kom het terug, hè. Als je zo die vraagt, dan... Ja. Dus nu komt... Dus Merlina, daar werd hij dan ook wel mee uitgelachen door mijn oudere broers. Dat was toch heel populair, hè? Ja, je was zeker niet de enige die daarnaar keek. Mijn broers waren ouder, hè. Ja, ja. Maar dan vooral was dat die A-team, Chips... Dat was het. A-team vind ik ook geweldig. In zijn fout, maar ik heb de volledige DVD-box. Daar zijn we mee opgekomen. Als je dat nu bekijkt, denk je ook van... Maar ik vond dat al leuk als 3, 4 jaar. Dat vond ik geweldig. Dus dat is... Zo zijn wij gevormd door die A-team. Pinnen de fool. Het is gewoon alleen maar masculine violence. Ja, maar dat zou ze nu nooit... Stel je die pitch nu voor zo'n 4... Overjaarse mannen in een sweaty bus. Eén met een sigaar de hele tijd. Dat zou nu nooit niet meer kunnen, denk ik. Dan gewoon het stereotype van de zwarte kleerkast, zo dom als het maar kan zijn. Met heel veel gouden kitten. De Murdoch. Dat zou nooit voorbij die pitch gaan. Nee, dat zou niet meer gaan. Heel fascinerend. Maar dus, het heeft wel wel gevormd. Soms zie ik politici van mijn leeftijd en dan denk ik... Jij hebt naar de Edi. Jan Mon, u bent exposed. Nee, die is ouder.
Murdoch Jan Jambok. Ook wel zo'n grijs haar. Zie je ook wel een dikke sigaar opsteken na een moeilijke dag? Ja, ja. Dat ga jij niet bepalen. Ja, ja. Maar nee, het schermen dat je zegt, Merlina, want bijvoorbeeld dat heb ik ook niet gezien, omdat dat dus ook die paar jaar verschil is. Maar ik ken dan bijvoorbeeld weer Paul Ricoeur als van Postbusix. Of zelfs Interflix. Dus dat waren eigenlijk de spin-offs van Merlina. Ja, daar keken wij niet meer naar. Dat is echt zo fascinerend. Die paar jaar verschil is een heel andere generatie. Ja, en dus ik heb net gezegd dat er weinig Nederlandstalige series maken. Maar nu komen er toch twee in mijn hoofd. Dus ik heb echt blijkbaar toch wel heel veel tv vriendinnen waarschijnlijk. Maar wat we mochten kijken, dat keek ik wel, hoor. Dus dat... Het Veenmysterie. Zeg maar niets. Nee, dat vond ik wel heel tof. En dan iets wat niemand kent, is Mik, Mak en Mon. Dat ken ik wel. Van de melkbrigade. Ja, van de melkbrigade. Dat was reclame van melk. Ja, ja, ja. En met zo'n elektrisch autootje. Ja, en dat was dat schijnt zonder dialogen of zoiets, geloof ik. En dan konden ze dat was ook in Wallonië dat we dat doen. Dat zou kunnen. Of toch heel weinig dialogen. Daar werd wel in gesproken. En natuurlijk Jacobus en Corneel. Dat ken ik ook niet. Ja. Nee. Wat eigenlijk. Nee, maar fascinerend. Dat is toch gek. En we spreken over 687. Ja. Dat zijn van die jaren die je associeert met, zoals ik zei, Chernobyl, J'aime la vie, zo ongeveer. Ja, dat zijn zo die bekende, 18. Ja. Maar dan toch vallen daar zo dingen door die plooien van de tijd. Ik denk dat Mik, Mak en Mon nog wel op DVD is verschenen. Ja, maar geweldig was dat niet, hoor. Waarschijnlijk. Allee. Ik heb het niet gezien. Nee. De Kat. Ja, maar dat is eigenlijk net iets ouder. Ja. Ik heb dat wel gezien, maar niet. En hetzelfde met Kapitein Zeppos. Mm-hmm. Dat was net iets ouder, toch wel. En je zag dat ergens ook al wel. Dus, ja. Daar komt volgend jaar een reboot van. Mm-hmm. Met Carrie Goossens of al die wonen. Oké, wel. Fijn voor Carrie Goossens. Misschien kan je met je zoon gaan kijken en dan denk je, mama... Ik denk het niet. Het wordt een jeugdfilm, dus ja... Waarschijnlijk is uw jongste zoon nog net wel doelpubliek, maar misschien zal hij ook zeggen van laat deze boot aan mij passeren. Ja. Ik ben wel benieuwd. Ik wens ze uiteraard alle succes. Het is een beetje een... Wat is het woord dat ik zoek? Niet een hype, niet een rage, maar het is wel een ding om oude properties, zeker in Hollywood, een nieuw leven te geven via een film. In België doen we dat nauwelijks. Hè. Vorig jaar of twee jaar geleden had je het mislukte De Collega's. Ja. Experiment, hè? Film van Jan Daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken, De Collega's. Ja, dat was ook die zaal. Absoluut, dat was die periode. Maar dus nu met die Zeppels is denk ik nog maar de tweede keer dat ze eigenlijk zo'n echt oude franchise opnieuw... Dus ik ben eens heel benieuwd of dat het werkt. Wie weet, wat krijgen we nog allemaal? Zo, De Kat, de film? Of, Ja, De Kat denk ik wel. Dat zou nog kunnen werken. Dat kan je heel makkelijk actueel maken. Omdat superheld, dat eigenlijk gewoon... Ja. Nu, het grappige is dat dat personage dus gebaseerd is op een echt bestaand personage in de Verenigde Staten. De Fox. Oh. En dat was een man, dat was een biologieleraar. Ja. En die deed dat effectief. Allee. Dus die deed van die milieusabotages bij vervuilende bedrijven. Ja. Daar is dat een strip over uitgebracht. Is De Fox. Fantastisch. Dat moet ik en die is nog niet zo lang geleden heeft hij zichzelf... Allee, hij is overleden. Ja. En hij heeft... Een beetje voor zijn dood heeft hij eigenlijk zichzelf kenbaar gemaakt. Want al die jaren heeft... natuurlijk wisten mensen, maar was het niet algemeen geweten dat hij de Fox was. En dus dat is echt het begin van zo milieubewustzijn in de Verenigde Staten. Geweldig. En echt zo tegen vervuilende bedrijven. Ja. En, dus ik denk, De Kat, lijkt mij perfect. Als je rijp voor een remake. Oké. Beetje zoals Deep Throat, hè? Die laatste man van Watergate. Ja. Die ook... Op hoge leeftijd, ik denk dat hij 1 of 92 was, en dat was toen ook terminaal. Dan heeft hij pas gezegd, I was deep throat. Ja. En dat was toen ook even wereldnieuws. En voor mij was dat toen ook, wie is dat? Ik ken niemand. En dan mijn vader ook zo heel dat verhaal verteld van, Watergate. Ja. Dat is wel fascinerend, van die spijtoptante die dan zo platen. Ja. Ik heb eigenlijk altijd gedacht dat met de Bende van Nijvel wel zou gebeuren, maar dat is toch dat nooit... Dat zou je denken, hè. Dat zoiets één iemand spreekt, en dat gebeurt nog altijd niet. Dus ik vind dat heel gek. Of zo de rechtvaardige rechters. Ook nooit met die vreemd van die bepaalde. Jimmy Hoffa. Onopgeloste mysteries. Ja. En ook mensen waarvan je weet, iemand moet hier toch... Er zijn sowieso nog mensen die... Dus waarom? Allee, heel bizar, hè? Ja. Ja. Misschien ook een leuk ezelsbruggetje dat ik wil maken. De vorige aflevering van Clever Girls was met Hanne Lemmens. Dat is de saus-influencer van België. Ben jij een saus-fan? Ik weet al, ik volg Hanne op Twitter. Ja. Wie niet, hè? Ja, Hanne. En dan, heb ik iets met saus? Ik, ik, ik,
Nee. Jij eet alles droog. Hè? Nee, maar... Oké, ik denk... Wij zijn natuurlijk vegetarisch. Ja. Dus ik denk dat dat ook al een andere manier van... Want bijvoorbeeld, als wij kroketjes eten of zo, ja, ik eet er wel mayonaise bij. En bij mijn frieten eet ik zo van die zelfgemaakte tartaar van de frituur. Lekker, hè? Maar veel verder gaat het niet. Dat is prima. Ik had zo het idee van, misschien is het leuk als ik elke nieuwe episode ook link aan de vorige. Dus dat ik ja. de volgende bericht van, ja, of zoiets van, ik weet niet, de dodo of zo. Of de... Ja. Maar uiteraard, hoe zou ik het zeggen, het is heel evident dat je misschien veel minder into sauce bent dan Hannah. Dus ik vind dat super grappig. Ik vind dat geweldig. Natuurlijk eet ik niet alles droog, dus ergens moet daar wel saus in zitten. Maar weet je, door vegetarisch eten is heel vaak wel zo stoofpotten of ovenschotels. Of alleen maar heel gevarieerd en heel lekker. Mensen, pas op. Hè. dus ik, misschien dat dan toch... Ja, je gaat daar niet direct een saus of zo van gaan bijkappen. Nee, ik ben ook absoluut geen saus-expert. Ik sta ook altijd in bewondering voor haar kunde en kennis van saus. Ja. Maar dat is... Het is voor mij een ongekende wereld. Ja. De saus... Ja, dat is de niche-wereld van de saus. Ja, de niche-wereld van de saus. Het is iets waar ik me nog niet aan gewaagd heb. Misschien dat jouw zoon stiekem wel allerhande saus... Ongetwijfeld. Ik wil niet weten waar dat die gaan eten. Maar zij zijn ook wel vegetarisch. Eén wel en één eet vlees als het kan. Ja. Dus thuis dan waarschijnlijk niet, maar op restaurant. Ja, op restaurant eet hij vlees en... Voor de rest eet hij de meest funzige pizza's die je kunt inbeelden. Combinaties waarvan iedere Italiaan ter plekke sterft. Ik heb ooit Erasmus gedaan. En ik zat op een... Ik was de enige Belg tussen 6 of 5 Italianen. En dat was ook wel amusant, zal ik maar zeggen. Want ja, je weet, het zijn geanimeerde mensen, de Italianen. En ik weet dat we gingen eens naar de Aldi. Want ja, uiteraard studenten, dus dan probeer je op je budget te letten. En... Dan stond er geloof ik een potje pesto, made in Germany of zo. Echt zo, Luca, zoals hij heet. Komt perfect Engels, maar wel mijn... No, it's wrong. It's blasphemy. Dat was... Maar je zou dan ermee lachen, maar die meent dat ook echt. Die meent, hè. Not possible. Ik kon dat bijna niet geloven. Dat was voor mij de eerste kennismaking echt met echte Italianen. Niet zo de, ik zou zeggen, de Da Giovanni-Italianen. Nee, wat dat dan eigenlijk Albanese blijken te zijn. Maar zo de... Hoe... Dat cliché van dat patriotisme of dat nationalisme, dat is echt waar. Die zijn zo trots, alles. Ik weet niet of dat dan was. Dan, Jean-Baptiste was een Fransman. En dan elke dag, om te lachen, want Luca was super tof. Ik spreek hem nog. Ah, Jean-Baptiste, you stole Corsica from us. Dat was de verwelkoming van. Dus dat is echt de liefde voor Italië. Dat kwam in alles. Dat was ongelooflijk. En ook. Zo'n beetje zoals het belang van Limburg. Alles linkt aan Limburg. Altijd weer. Zo linkte Luca alles aan Italië. Alles had wel eens een link. Of het was altijd Italiaans. Het kan zoiets zijn. Maar ja, but remember, we conquered the world. Ja, maar dat is wel lang geleden. Ja, ik vond het heerlijk. Ik vond het echt heerlijk om te zien. Ja. Wij kennen dat ook niet, hè, als Belg. Zodat, ja, dat vaderlandsliefde, dat is ons zo vreemd. Maar binnenkort hebben we wel een kanon voor Vlaanderen. Dus misschien... Ja, misschien kanon. Krijgen we het nog. Ja, teletobben in de kanon. Denk het niet. Stel je voor. Je hebt ook net een boek uit dat eigenlijk... Het is allemaal de schuld van de Chinezen. Ja. Dat ging eigenlijk voorgesteld worden. Ja. Dat is moeten uitgesteld worden door corona ook. Ja. Kan je misschien kort even samenvatten wat, waarover gaat het boek? Waar mijn boek over gaat... Ja, het heet allemaal de schuld van de Chinezen. En andere dooddoeners over het klimaat... En, de hoop is dat mensen die denken dat het allemaal de schuld is van de Chinezen, dat boek kopen. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk de hoop. Ik weet niet wat er gebeurt. Nee, het zijn eigenlijk 10 dooddoeners over het klimaat. Yeah. Die vaak terugkomen. En die wel leven bij veel mensen. Die ook niet zomaar bestaan. En rond het klimaat wordt wel heel veel mist gespuit. En soms ook betaalde mist. betaalde en ik ben, mist. Ja. En ik ben eigenlijk met wetenschappers gaan praten en die dooddoeners voorgelegd en gevraagd van, wat is hier nu van aan? Ja. Wat is hier niet van aan? Waarom niet, waarom wel? En waar
komen ze vandaan? Hoe zijn ze bedacht? Ja. Of hoe komen die zo ineens in dat debat? Want als je dat zo'n beetje volgt, dat is wel grappig. Zo, soms duikt er zo ineens iets op. Mm-hmm. En voilà, dus dat zijn er 10. Zoals het klimaat is altijd veranderd. Dus wat is dan nu het probleem? Of wij zijn te klein om het verschil te maken. Het is de schuld van de Chinezen. Technologie zal ons redden, dus no worries. We vinden wel iets. We gaan toch niet terug naar de middeleeuwen. Uw zonnepanelen zijn ook vervuilend. Dus dat zijn eigenlijk... of het is te duur. Dat zijn 10 dooddoeners. En dus dat is eigenlijk het boek. Mm-hmm. Om een beetje te proberen... waar richting te bieden in... Wat is er eigenlijk aan de hand? Wat klopt niet? Daarom heb ik het geschreven. Weet je nog van waar het zaadje, van waar het idee van het boek? Ja, het is eigenlijk verschillende plekken. Omdat ik heb een vorig boek geschreven. Dat staat daar. Achter u. Het klein verzet. Als je op je stoeltje naar achter schuift. Ja. Voorbij de boekenkast. Dus hij schuift nu voorbij de boekenkast. En dan komt er nog een stukje boekenkast. Het klein verzet. Ja. We nemen het er even bij. Ja, dus dat is eigenlijk een boek dat ik geschreven heb in 2015. En daarvoor heb ik een reis gemaakt door Europa. Eigenlijk op zoek naar mensen, vaak heel gewone mensen, die beslissen van, kijk, we weten dat eigenlijk van alles moet veranderen. Zoals we in het begin zeiden, kringloopwinkel, dat is wel slim, want dan hergebruiken we spullen in plaats van altijd nieuw. En dus op verschillende vlakken, rond energie, rond... Hoe gaan we ons verplaatsen? Wat gaan we eten? Hoe gaan we dat doen? Enzovoort. Ja, en als ik daarover... Maar in wezen ging dat niet echt over klimaat. Je kunt wel zeggen, de aanleiding is klimaatcrisis, dat we vinden dat we van alles moeten veranderen. Of dat het gewoon noodzakelijk is. Maar als ik daarover ging vertellen, ik kreeg heel vaak vragen over de klimaatcrisis. En als journalist was ik daar wel mee bezig, maar niet zo echt... ten gronde. Ja. Allee, ik wist zo de grote lijnen. Maar bijvoorbeeld, ik kreeg de vraag, maar dat klimaat is toch altijd veranderd? Dus wat is dan het probleem? Ja. En ik herinner mij nog heel goed dat ik die vraag kreeg de eerste keer en dat ik echt iets had van, ik weet dat eigenlijk niet. Of hoe komt het dat vroeger het klimaat veranderd is? Hè? Dus ik dacht, ik moet mij daar eigenlijk ook wel eens gaan bijscholen. Maar aan de tijd merkte ik ook wel dat altijd dezelfde vragen terugkwamen. Zoals die van overbevolking. Hè? Is overbevolking niet het probleem in plaats van klimaatverandering? Dat kwam altijd terug. Dus ik ben die gewoon gaan bijhouden. En ik had zo'n lijstje van 10. En dan is er een ander moment geweest waarop ik in de afspraak zat op Canvas. En dan ging het over heel even kort over klimaatontkenning, waarop ik zei van ja... Kijk, dat is heel simpel. Klimaatontkenning, dat is een mening, dat is geen feit. Dus als je het over feiten wilt hebben, moet je die mensen niet aan het woord laten. Hè? Die mogen hun mening hebben. Maar het feit is, klimaatverandering bestaat en het is een probleem en we moeten er iets aan doen. Dat weten we ondertussen al wel even. En gewoon die uitspraak... Ja, man, mijn mailbox ontplofte. En ik werd dus... de nieuwe heksenjacht verweten. Mm-hmm. Ik werd... tegen vrijheid van meningsuiting was. Ik had allemaal niet gezegd, hè, maar blijkbaar kwam dat er allemaal uit. En dan natuurlijk ook 1000 grafieken om te bewijzen dat die klimaatverandering, dat dat allemaal zever is. Mm. Ik krijg nog altijd van die mails. Hè, dus dat is, ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar het zijn altijd mannen. Ik kan me zo voorstellen. Altijd mannen, ja. En dus dat was eigenlijk een beetje de andere aanleiding. Dat ik dacht van, die echt rabiate klimaatontkenners, dat is een heel kleine groep. Oudere groep, dus ook uitstervend. Dat is nu grof om te zeggen, maar ik meen dat wel. Ik denk van, moeten we daar energie in steken? Ik weet het niet. Maar je hebt natuurlijk heel veel mensen die twijfelen, omdat je zoveel hoort. En het is ook wel complex. Dus dan dacht ik, misschien moet ik daar een beetje mijn steentje bijdragen. Door een boek te schrijven. En mijn hoop was dan ook wel wat voor jongeren. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb echt hoofdstukken geschreven, maar ieder hoofdstuk is aan het begin helemaal samengevat, mm-hmm. zodat een 16-jarige niet het hele hoofdstuk hoeft te lezen. Heel sympathiek.
Het is een beetje met jouw zoons in het achterhoofd. Ja. Absoluut. De schermgeneratie. De schermgeneratie. Ja. Voilà. Ja, dat is keigoed. Dus dat is eigenlijk... Heb je al fijne feedback of is het daar ja, nog te vroeg voor? Ja, want het leuke is... Mm-hmm. Ja, het is eigenlijk al in mei verschenen, ah, ja, maar dan zaten we helemaal... Mm. Allee, toen was helemaal niets mogelijk, behalve online. En het fijne was wel dat eigenlijk vanaf dat het kon, dus je voelde dat zo na de zomer, ja, ben ik echt er heel veel over kunnen gaan vertellen op heel veel verschillende plaatsen. Dus september, oktober was echt tof, was echt druk. Maar we hadden zo bewust gezegd van, weet je, we gaan die boekvoorstellingen... November zal wel veilig zijn. Ja, dachten we. Ja. Dachten we, hè, met die vaccinaties en zo tegen dan zal dat wel in orde zijn. Allee, toch te doen, doenbaar. Maar ja, we voelden de week ervoor, ja, die cijfers waren weer aan het stijgen. En ik zat er wel wat mee gevrongen dat je zo... Een zaaltje ging hebben dat helemaal vol ging zitten. En ik vond dat precies niet verantwoord. Dus dachten we, ja, we stellen het uit. Nou, niks aan te doen. Niks aan te doen. Hopelijk komt het er nog wel in, 2022. Ja. Ja, allee, er zijn nog wel lezingen gepland, sowieso in januari. Maar ik weet het echt niet. Ja. Of het gaat doorgaan of niet. Het is koffie te kijken, beetje, ja, we weten het niet. Ja. Ik kan alleen maar hopen dat het lukt. Ja. Ik denk dat we allemaal hadden we plannen voor het najaar. Ja. Iedereen hoopte terug. Ja, ik vind het wel fijn. Zo september, oktober waren eigenlijk echt wel fijne maanden. Ja, dat was heel eventjes terug de hoop. Ja. En ik ben ook wel blij dat voorlopig de filmzalen toch open blijven. Ja. Want ik had dus een hele week Nederland gepland, de tweede week van de kerstvakantie, om een aantal musea te doen, ter voorbereiding van een boek waar ik aan bezig ben. Ja, Nederland. Alles is dicht. Dus dat gaat niet gaan. En over wat gaat het nieuwe boek? Of is dat nog een geheim? Nee. Dat is een beetje gelinkt wel aan de dodo. Ja. Ik ben eigenlijk een klein boekje aan het schrijven. En dat klein boekje gaat eigenlijk over wat we helemaal in het begin terloops gezegd hebben. Over de mens die eigenlijk deel is van deze wereld en er niet boven staat. En dat we vanuit de filosofie altijd gekeken hebben naar de menselijke uitzondering. Terwijl het misschien niet slecht is om die uitzondering te laten vallen en te kijken hoe we verbonden zijn met al het andere leven. Deze planeet. En waarschijnlijk begin ik eigenlijk met Antonie van Leeuwenhoek. Antonie van Leeuwenhoek is iemand uit de 17e eeuw. En die heeft eigenlijk als allereerste een bacterie waargenomen. Dus dat was eigenlijk een lenzenslijper. En die heeft een microscoop gebouwd. En daarmee heeft hij een bacterie gezien. Dus die heeft eigenlijk peperbolletjes in water geweekt, dat laten staan. En dan na een tijdje gekeken, wat is er te zien? En dus die beschreef het van, ik heb gewoon een wereld ontdekt. Mm. En dat vind ik zo fantastisch. Op deze wereld zijn zoveel werelden te ontdekken die we eigenlijk amper zien. Mm. En bijvoorbeeld wij zelf als mens, wij bestaan meer uit lichaamsvreemde cellen dan uit eigen cellen. Dus wij zijn zelf een soort wereld op zich. En het vertrekt eigenlijk vanuit die bewondering van die ontdekking. Ja, die man zag een microbe. Niemand geloofde dat dat bestond. Of een bacterie, sorry. En niemand geloofde dat dat bestond. En die heeft dus eigenlijk in Delft overal stalen gaan nemen van het water. En die was de hele tijd maar microbe en bacteriën aan het bekijken. Die heeft zelfs zijn eigen sperma bekeken. Alleen alles heeft hij, echt alles, zijn speeksel, alles heeft hij zitten onderzoeken. En dus dat is eigenlijk een beetje het beginpunt. Dus ik wilde naar Delft in zijn voetsporen gaan. En er is een museum aan. Maar het is allemaal gestolen. Het kan nog, maar voorlopig is het afwachten. Maar dat is eigenlijk het beginpunt van mijn volgende boekje. Hoe heet hij? Jonathan? Antonie van Leeuwenhoek. Antonie van Leeuwenhoek. Oké, ik ga dat nog eens. Bedankt dat je mij dat even bijbrengt. Interessant. Nee, ik ken niet.
Dus ik vind ook heel leuk zo van die unsung heroes. Ja, hè? Fantastisch. Ik ben eigenlijk, dus mijn eerste gast, Maite, die heeft een boek geschreven over voormoeders. Wat dat ja, is eigenlijk, oh man, nu ja. weet ik wie ze is. Ja. Fantastisch ja. boek. Ja. Wat een mooi of nobel boek ook. Ja, hè? Van die vergeten vrouwen, die eigenlijk vaak ook vergeten zijn omdat de tijd er niet was. Ja. De tijd er niet naar was. Ja. Dus zo die 1820. Ja, ze zegt het ook zelf. Ze werden heel vaak gewoon niet opgenomen in de registers, want ze gingen naar het leger of ze mochten niet deelnemen aan het culturele leven. Maar zoveel belangrijke vrouwen, zoveel ja, echt invloedrijke dames, ja. die zoveel hebben betekend voor zoveel anderen. En toch dreigen die in de plooien ja. van de tijd te vallen. En ja. zij heeft die dan zo even naar boven gewist. Ja. Dat vind ik heel mooi. Zo even. Ja. Dus die 8 dames zijn er maar 8. Er zijn er natuurlijk nog 8 miljoen misschien ja, vergeten. Ja. Maar toch, wat een nobel doel om toch zo, ja, zo die unsung heroes een ja. beetje op een piedestal te plaatsen. Ja. Ja. Dat vind ik heel mooi. Dus, ja. Dus dat ga je dan ook doen met jouw boek. Geweldig. Ja, het is wel een man. Maar ja. Wel, er zijn ook een aantal... ik vind dat nog altijd ja. een fantastische titel van... Who cooked the dinner of Adam Smith? Dus natuurlijk, Anthony van Leeuwenhoek, iemand moest zijn eten maken. Hè? Dus Tuurlijk. Er is ook zeker een vrouw. Dat is nog een goede tip. Ja. Ik ga op zoek ook naar zijn vrouw. Zoek naar de vrouw in ja, het leven van Anthony. Zoek naar de vrouw. Misschien was hij de eerste transman. Ja, wel, dat zou helemaal geweldig dat zou zijn. Maar ja, dan kon hij natuurlijk geen sperma onderzoeken. Dus ja, maar ja, ik denk dat die ja. operaties toen nog niet zo fantastisch nee, waren. Nee. Als het al kon. Nee. Als, ik denk dat niet. Ik denk dat je wel stierf dan. Ja. Daarom ik wil eigenlijk niet aan denken. Ik zou je willen bedanken, Tine, ja, voor dit boeiende graag gesprek. Graag gedaan. Ik vond het heel fijn. Ja, het ging over alles en niets. Ja, want dat is zo grappig. Meestal moet ik dan zo heel specifiek... En dus nee. nu kan ik... Alles. Ja, dus je hebt heel andere dingen van mij gehoord. Dan, leuk. Vond leuk. Dat is zeker niet belegen of stoffig. Of, dat jouw zoons ook denken. Hun mama is zeer rock and roll. Ja, maar die is dat is onmogelijk, hè? Dat kun je niet, dat gaan. De mama. Nu nog niet, ooit op een dag. Komt goed. Maar daar zit ik wel echt niet mee. Ik zou het ook raar vinden. Mochten zo uw zonen u cool vinden? Ik ben er zeker van dat het af en toe gebeurt. Er zijn zeker. Contemporary voorbeelden van 14-jarigen die je moeder cool vinden. Ik probeer te denken, ik weet niet, als Angelina Jolie je moeder is, zullen die waarschijnlijk wel cool vinden. Ja, maar dat is toch ook gewoon die hun moeder? Ja, ik weet het niet. Het is inderdaad een grappig, dat is eigenlijk een goede denkoefening. Maar ja, zijn er coole moeders in de ogen van het pubers? Van hun eigen? Nee, ik denk dat echt niet. Allee, ja. Of misschien troost ik mij met die gedachte. Ja, ik weet wel dat... Ik zal zeggen, ik heb nooit de ambitie gehad om in de ogen van mijn kinderen cool te zijn. Nee, ja. Ik dacht, want dat is op voorhand een verloren gevecht. Ja, inderdaad. Dus je kunt beter dan het cliché van de boomer zijn. Jij bent nog geen boomer, denk ik. Nee, maar ja, die noemen mij zo. Hè. En dat is wel grappig, want ik heb zoiets van... Wow, nee. Oma en opa zijn boomers, hè. Ik niet. Ik ben gewoon echt... De slechtste generatie ever, Generation X. Generation X, ja. Dan kijken die zo naar mij. Oh. Ja, dat is zo typisch van een boomer, zegt. Oh, stel je voor. Ja. Nee, ik vind het geweldig. Ja. Bedankt voor je tijd. Bedankt ook dat ik hier mocht langskomen. En heel fijn. Met plezier spreken we elkaar nog eens als jouw nieuwe boek dan is. Hè, over de stalen en de sperma-story. Ja, ik weet niet of dat sperma er nu echt niet... Ja, het begint daar. Het begint daar. Maar het gaat natuurlijk nog wel verder dan... want dat is het begin. Ja. Misschien leuk om af te sluiten, omdat we zijn begonnen inderdaad met dino's en dodo's. En ik moest net denken aan misschien wat mijn favoriete tweet aller tijden is. Dat is zo... Ja, niet van mij, want dat zou nogal heel stoefig zijn. Maar een Amerikaanse comedian, het ging over dat er een nieuwe studie was... dat dinosaurussen toch misschien niet door die meteoriet, maar dat door een vergifting zijn. Dus een new study reveals dinosaurs may have been poisoned. En die man, die Amerikaanse comedian, die retweet dat en die schrijft erboven, did an asteroid write this article? Dat vond ik zo goed. Zo dat idee dat die asteroid hier dacht van, yes, ik ontsnap hier aan het cliché. Het was zo, ze zijn vergiftigd. Echt geweldig. Daar kan ik zo van genieten van zo'n humor. Ik zou het nog niet bedenken, maar ik vind het geweldig. Dat is ongelooflijk. Ja. Ja. Sommige mensen zijn grappiger dan wij. Ja. Het is dan ook een comedian, hè. Ja. Ik ben blij dat ik geen comedian ben, want anders dan zou ik elke dag moeten zeggen, ik suk. Ja, maar wacht. Dat is ook een goede vraag. Is elke comedian elke dag grappig? Nee, maar... Ja, ik
ik zou het gewoon niet kunnen. Ja. Dus gelukkig, wel, gelukkig ja. besef ik van mezelf, ja. dat wil ik echt zeggen, ja, ja. gelukkig besef ik van mezelf dat carrièrepad, ik had het, ik, ja, goed ja. dat ik het niet gekozen ja. heb. Ja. Dat bedoel ik. Want als je dat dan kiest en je bent ja. echt niet grappig en dat je wilt dat echt zijn, dat is wel moeilijk. Ja. Dat is echt moeilijk, hè? Zoals Andy Kaufman, die was wel grappig, maar die eigenlijk zo die anti-humor predikte, zal ik maar zeggen, die had schijnbaar soms zijn publiek echt trolde. Zo was dat. En kochten de mensen kaartjes en dan las die 2 uur voor uit The Great Gatsby. 2 uur lang. Maar non-ironisch. Dus die mensen die zaten zo van na een kwartier van, wat is dit? Zo. Zit wij juist? Ja, gewoon 2 uur. En dat was dan zijn idee van humor, zo totaal subversief, wat dat mensen... Ik vind het nu al grappig als ik het vertel, maar als je natuurlijk tickets had gekocht en je hoopte op een grappige avond, dan was het natuurlijk absoluut niet geslaagd. Dus... En toch mensen, blijven mensen zitten, hè? Ik vermoed dat een deel misschien was opgestaan, ja? maar de, ja, meestal bij de leeftijd. En ze ja, ook nog geklapt hebben. Ja. Zoals Wim Helsing. Er wordt heel, dat, ja. heel zelden geroepen. Oeh. Echt, je moest slecht. Ja. Wim Helsing heeft ook dat in zijn allereerste show, heette Hidden Soup, dat moment dat hij zegt van... Ja, hij speelt dan voor het Nederlands publiek. Gaat die België nu nog een uur staan roepen? Nee, vandaag speel ik 4 uur. Dat is echt zo'n bedreiging. Zo. Blijf maar zitten. Daar is de deur. Heerlijke man. Tina, nogmaals bedankt. Ja. Ik ben hier al de tweede keer aan het afronden. Ja. Ik vond het heel leuk. Ja, en, ik vond het ook heel fijn. En hopelijk tot een volgende. Ja. Prettige Zeer avond. Zeer fijn. Oké. Okay, salukes, hè. Dankjewel. Wil jij nog een kopje thee? Nee, dankjewel. Leuk.